hun eerste onderzoek, maar dit is het eerste onderzoek van deze dag. En misschien is het goed dat jullie heel even inleiden wat dit is, wat ja. wij gaan zien en ja. dat we daarna iets gaan zien. Goed? Ja, het begon met een ruggengraat, zeg maar. En dit heeft geresulteerd nu in vandaag 5 spelers in mooie kleurtjes. En daar zijn we ook mee bezig geweest met de emoties. Dus het is een langlopend onderzoek en ik vind dat elke ruggengraat zijn eigen liedje heeft. En het heet ook ruggengraat conversaties, eigenlijk in gesprek met je ruggengraat. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat ga je straks zien. Je kan hem verschrikkelijk veel kantjes uitbewegen, zeg maar. En ontstaat er een soort transformatie feitelijk. Ik ben natuurlijk nu al duidelijk iemand anders dan wanneer ik daar ben of dat ik daar ben. Je kunt je wel iets bij voorstellen dat er allerlei lichaamshoudingen aan te pas komen. En die kun je vloeiend maken. Dus zij hebben een codering van beweging meegekregen, dat is de mimografie. En toen kwamen we met Jaap samen te werken. Toen zei ik, nou, Jaap gaat een stuk muziek maken. En dat heeft hij ontworpen en dat heeft hij herschreven, speciaal voor de ereprijs. Een monnikenwerk, want het is een groot orkest. Dan, ja, maar. Ja. Ja. Oké. Okay. Iemand anders doet dat. Aan jou? Aan jou de eer? Ja, nee, ik had iets geschreven voor filmmuzikanten. En Sjoerd die vroeg aan mij of ik dat voor een orkest wou doen. Toen zei ik nee. Toen zei hij, ja, maar alsjeblieft. Toen zei ik nee. Toen zei ik, jammer. En toen keek je maar en dan dacht ik, kijk, eigenlijk heb ik niet zo druk, het is toch wel leuk. Dus toen ben ik begonnen. En eigenlijk de eerste inspiratie was toen ik keek naar jouw filmpje, dat die ruggengraat, als je die beweegt, dat alles, zeg maar, alles beweegt in rondjes, zag ik. Dus die schouder die beweegt. Ik zag overal, zag ik rondjes gaan. En toen dacht ik, dan ga ik ook muziek schrijven die elke keer rondjes loopt. Dus het zijn elke keer, het is elke keer rondje. Dus de gitaar begint dadelijk, die speelt een rondje en dan komt er iemand bij, die speelt weer een rondje. En zo past het allemaal in elkaar. En als het goed is, reageren die muzikanten op de dansers en de dansers op de muzikanten. Want dat is dus inderdaad, ze gaan nu reageren op elkaar. Ja, dat is wel de opzet, want anders is het alleen maar, ja. het staat natuurlijk in de ankers wel vast, in de codering. En dat staat ook op papier inmiddels, hè? Maar de bedoeling is dat het spanningsveld oplevert tussen de bewegers, mimers, dansers en de muzici. Ja. Nou, dat gaan we zien. Ja, oké. Okay. En ga je tussendoor nog dingen zeggen of gaan we nu naar iets nee, kijken? Je gaat nu naar iets kijken, dat is 20 minuten geloof ik, en that's it. Ja, en daarna mogen we jou nog vragen stellen. Ja. Ja. Oké, okay, dat mag het publiek ook in ieder geval, dat jullie het weten. Ja. Oké. Thank you.
Dank. Wow. Prachtig. Dus als je eerst denkt, dan ben ik aan het kijken ook, hè? Dus je zit gewoon luisteren en te kijken. Ja. En op een gegeven moment kreeg je dat duet ook hier plaatsvond. En dan merkte je dat je zat echt heel erg op die ruggen te letten en op hoe dat samen speelt. En die muziek die maar doorbouwde. Dus dat vond ik een heel mooi moment. Maar goed, dat maakt niet uit wat ik vond. Ik ben nu vooral nieuwsgierig. Wat is bijvoorbeeld de opdracht aan deze mensen geweest? Wat is je precieze onderzoek? Oké. Okay. Ja. Het begint gewoon met de golfbeweging, zeg maar, in de ruggengraat. Het is een mimisch principe. Dus die gaat helemaal door de breedte heen. Maar die kun je natuurlijk ook andersom doen. Ik laat hem even langzaam zien. Ja. En dan zet ik dat hoofd vast. En dan gaat die rug weer de andere kant op, et cetera, et cetera. Maar die kan je natuurlijk ook, dat hebben ze ook af en toe gedaan om het naar het publiek te openen, aan de zijkant doen. En dan zie je dat het opgebouwd is vanuit allerlei isolaties van je ruggengraat. Die kun je natuurlijk ook weer andersom doen, want als ik hier zit, dan kan ik mijn bekken weer de andere kant op gooien of die kant op gooien. En dan gaat het hoofd als laatste. Dat is de opdracht die ze hebben. Verder variëren zij in tempo en ritme, mm-hmm. versnelling, net zoals de muziek dat ook doet eigenlijk. Ja, hè? Ja. Want beweging is ook muziek. En ze nemen af en toe de ruimte. Dus dan komen ze dichter bij elkaar in de persoonlijke ruimte. Want dit is natuurlijk, sorry dat ik je even gebruik. Ja. Het is bijna les zo. Dit is natuurlijk veel spannender dan wanneer ik daar zit, et cetera. Ja. En dat zijn de variaties waar we mee verspelen, maar die staan niet helemaal vast. Dus van tevoren is er ruimte voor hun om op te zoeken zodat het kan ontstaan. Want anders krijg je een soort bedacht spel van, ik ga daar staan en doe ik dit. En dan wordt het een soort trucje. Ja, het moet hun eigenlijk overkomen. En als ze tijdens die beweging stoppen, dan bouw je daar eigenlijk de spanning mee door. Want hier ben je natuurlijk ook een beetje met, dat zijn de associaties met Commedia dell'arte bezig. Hè? Dit is een beetje de Arlecchino, net zo goed als die ook de Arlecchino is. En daar. En hier kom je wat dichter bij de Frek terecht. En daar kom je wat dichter bij de VVD terecht, want je hebt goed gegeten. En daar kom je bij de Capitano terecht. En daar kom je bij Monsieur Hulot terecht. Zo kun je het ook zien. Dus wat ik eigenlijk doe en wil en zoek, is continu die rug laten isoleren en articuleren om de transformatie te bereiken. Eigenlijk is de transformatie de inzet voor het spel. Dus je ziet ook af en toe denk je van, het lijkt wel concreet, hè, dat ze elkaar aanraken. Ja. Krijg je, denk ik, associaties, net zoals ik, van, dat is spannend. Of dat is, wat lief. Of, et cetera. En zoals, want op een gegeven moment zie je inderdaad ook echt de macht. Dat iemand de macht neemt, eigenlijk iemand wordt kleiner. Ja. Is dat... Daarin reageren zij op elkaar. Of staat het vast, want je hebt iedereen in een kleur. Is dat gewoon om te zorgen dat die lijven ook heel duidelijk verschillend zijn? Ja, dat is om de ruggengraat eigenlijk te tonen. Hè? Ja. Dus dat je op het lijf let en minder op het gezicht en de illustratie van bijvoorbeeld een emotie of een uitdrukking. Ja. Ja, dus zij hebben ook geen opdracht gekregen om een emotie te koppelen. Nee, totaal niet. Nee, want eigenlijk zeg ik van elke houding van die ruggengraat, die heeft natuurlijk een emotie in zich of een emotieuitdrukking in zich. Ja. Dat ben ik ook bezig te onderzoeken langzamerhand. Van wat is nou het eigene van die emotie? Hoe beweegt de ruggengraat dan? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan ook moet tonen. Hè? Nee. Want het is toch abstract, zodat het associatief blijft. Ja. Hey, en jij hebt het de vorige keer, deze mensen hebben gespeeld met een vierkoppig? Ja, drie. En als schrijvers volgens mij, hè? Met gitaar, viool en cello. Ja, en nu ineens ook met veel blazers. Levert dat iets anders op uiteindelijk? Merken jullie dat? Levert dit... En meer geluid. Ja, dat maar ook levert het ook in verder? Dat zou je aan de dansers moeten vragen. Ja, misschien. Ja. Hoe is dat anders voor jullie? Of ik weet niet wie daarbij was. Of Fred kan dat wel beantwoorden? Of, ja? Nee, Fred wel. De anderen zijn net weg. En de twee mensen die moesten ergens anders heen, dus die zitten in de auto. Ja, wat zo.
Nee, jij zegt dat jij er niet bij was, hè? Jawel. Jawel. Oh, ben je met hun? Ja, met, nee, met toen ik gitaar speelde. Met gitaar en... Nee? Jawel, ik zei wel bij. Ja, dat is niet echt bij. Ja, zeker. Dat is geen misverwijs. Ja, je merkt sowieso dat er meer strijd is, zeg maar. Want de hoeveelheid geluid en het sterke accent van de blazers geeft natuurlijk ook enorm veel gevroed. En dat merk je bij de dansers heel goed. Ja. En ze hebben ook meer contrapunten gekregen, lijkt het. Waarbij het hypnotische van het steeds maar doorgaande bewegen sterker bij de snaarinstrumenten tot z'n recht komt. Dus dat is ook zoeken van hoe dat... Maar ja, ik vind het fantastisch, want je merkt dat we nog meer eigenlijk in dat gebied willen komen van dat de muziek op de beweging reageert en de beweging op de muziek reageert. Ja. Dat kan nog veel meer, zodat het spannender heen en weer werkt. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk heel lastig om met 15 mensen op. Ja. Ja. Is ook op iets te reageren wat er hier is. Klopt. En dat is lastiger dan dat je met z'n drieën bent en je reageert op allemaal 5-6. Ja, dat snap ik. Ja. En bij ons staat er niet iemand voor te zwaaien. Nee. Naar wie ze echt moeten luisteren. Ja, dat is het natuurlijk. En dat is in ieder geval aan de hand en dat is ook verstandig. Nee, want anders... Dat gaat het niet. Dus nee, dat is een andere tak van sport. Ja, klopt. Ja. Hebben jullie vragen aan deze mensen, aan deze makers? Ja. Vinden jullie altijd zo dat jullie bewegen voor de muzikanten? Nee, dat is in dit geval zo gekozen. Ja, dus ik kan me voorstellen... Voor de gelegenheid. Maar ik kan... Ja. Ik heb vandaag veel geleerd trouwens. Ah, ja. Ja, kan. Dat kan. Maar ik kan ze natuurlijk ook allemaal los in de ruimte zetten. Dat lijkt me ook heel spannend, snap je? Ja, dat lijkt me ook spannend. Dus we zijn even uitgegaan van het meest pragmatisch op dit moment. Dat is natuurlijk een proef. Maar ja. Maar dan krijg je dus meer alleen een kader om het visuele. Dat bedoel jij, hè? Ja. Dat kan. Klopt. Je zei eerder dat je vooral wilde dat de ruggengraat eigenlijk emoties vertaalt. Ja. Goeie vraag. Gebeurt dat? Ben je gewoon vooral heel hard aan het werk? Nee, het gebeurt dat. Het is ook een paar keer dat, en dat wil ik ook niet tegenhouden, dat ik gewoon moest lachen of moest glimlachen en dan maakt dat dan wel gebeuren. En voor de rest ben je wel heel erg zo met de techniek van het ding, het is toch gewoon ingewikkeld. Maar ik voel ook wel, ik heb af en toe gewoon echt een sensuele spanning, maar ook op een gegeven moment, die Stefan die nu douche is, liep weg en dan ging ik naar Bam, die nu ook aan het douchen is, zeg ik, dat vind ik heel jammer dat ze niet weggaat. Dus vanzelf gebeuren er wel dingen in mijn hoofd of zo. Dus niet is helft. Je bent hard aan het werk versus rug in een bepaalde houding. En dat denk ik ook vaak, dat merk ik ook, het is ook in samenspel. Dus in de zin van, als je een bepaalde houding ten opzichte van iemand anders hebt, kan je ook sneller iets ervaren door de houding. Dan als je alleen staat bijvoorbeeld. Soms bedoelt, als je alleen staat, dan kom je er wel doorheen. Maar dan is hij wat minder sterk aanwezig voor mezelf. Ja. Maar ten opzichte van iemand anders kan die wel sneller ervaren worden. Ja. Of krijgt hij misschien wel meer richting en betekenis. Ja. Hè? Ja. Maar we spelen hem niet uit, de betekenis, snap je? Ja. Dus het blijft dan open ook voor wat je erin wilt zien natuurlijk. Soms wordt het heel concreet, zit het dichtbij. Maar soms is het ook gewoon de pure abstractie. Van de transformatie zelf. Dus het is beide. En omdat je die ruggengraat steeds ziet veranderen, denk je, wat spelen ze nu eigenlijk? Ja, ze spelen gewoon, de beweging is het spel. En de transformatie zelf, zeg maar. Dus dat je ook ziet van, er verandert wel eens. Dus af en toe heb je ook de wens als publiek, denk ik, van, dat vind ik zo mooi, laat ze nou even daarop doorgaan. Ja. Maar dat doe ik lekker niet. Daarom heb ik in de muziek ook eigenlijk weinig tegenstellingen gemaakt. Dus het is eigenlijk een soort kabbelend muziekje. Yeah. En dat is bewust gedaan, want als ik daar ik hoop dan, en de piano, en deze kant deed dat meer, en de trombone op een gegeven moment ook, die gingen gewoon hun eigen verhaal erin inwerken, omdat ze naar die dansers kijken. Yeah. En dat vond ik dan heel fijn, want ik heb eigenlijk iets geschreven waar dynamiek in zit. Maar eigenlijk wil ik juist dat ze met wat ze hebben, dat ze daar, als ze nu dan even zo
meegaan. En dat dan daarna gelijk moet kunnen gaan. Ja. Ja. Dat is ook wel iets geschreven wat jou ja, ja, ergens heel goed is. Of heel blij of uitbundig of zo. Ja. Het is nu meer. Ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Wat is de volgende stap met dit? Nou, we gaan in mei gaan we dat verder proeven, zeg maar dan in een festival, theaterfestival Vuurhof. Mm-hmm. En dan stapsgewijs komen we steeds verder met de codering en proberen we ook eigenlijk met hetzelfde materiaal verder te ontwikkelen. Ja. En dan komt er op een gegeven moment een installatie bij, daar ben ik ook al een jaar mee bezig, dat is een pianola. Mm-hmm. En die is uit elkaar gehaald en verbouwd en die hangt nu in mijn slaapkamer onder meer met een soort ruggengraat in de toetsenbord en zo. Dus je kunt je daar wel iets bij voorstellen en dat ding dat speelt op onderdruk, dus dat is wel bijzonder. En dan heb ik er een fiets bij gebouwd met blaasbalgen en dan kan die gefietst worden en die bouwt dan de onderdruk op, die zuigt dus eigenlijk die noten. En dat draait zo'n rol heen en weer, er zijn allemaal draaiende elementen. Dus het is een heel ouderwets instrument, maar het is prachtig als installatie en dat zie je dan in de ruimte. Dat komt ergens in het najaar, komt dat erbij. En dan is het inmiddels zo beroemd geworden dat we in de Schouwburg staan. Ja, dat zijn de stappen die we maken, dus, maar ja, ik ben helemaal begeesterd door het feit dat die ruggengraat eigenlijk zo bijzonder is. Hè. Dus het is zo'n simpel ding, maar je staat er niet bij stil totdat je er last van krijgt. Maar hij drukt zoveel uit, dus voor de mensen die me wat langer volgen, ja, ik ben jarenlang bezig geweest met gezichten en emoties. En ik heb daar een nieuwe techniek ontwikkeld om een nieuw soort emotiemaskers te ontwikkelen. En toen ben ik eigenlijk van daaruit verder gegaan, ja maar wacht even, als dat ook zoveel emoties kan uitdrukken, kan ik dat dan ook met de ruggengraat? Ja, dat kan. En daar herkennen we ook heel veel aan natuurlijk. Als je op straat loopt en je ziet iemand lopen die je een paar weken niet hebt gezien. En dat is 100 meter ver en dan zie je hem daar lopen. En dan denk je, ja, maar dat is die buurman die ik ken. Die moet ik nog even goeiedag zeggen. En tegelijkertijd, dus je herkent hem aan zijn houding en aan zijn manier van lopen. En tegelijkertijd, op die speciale dag is hij ook zwaar depressief. Of zie je dat? Of denk je dat te zien? Maar waar zie je dat eigenlijk aan? Ja, dat is dus allemaal in die ruggengraat, vind ik. En daar probeer ik helemaal in te zoomen om het belang daarvan qua uitdrukking ook voor de acteur en voor de danser duidelijk te maken. Ja. Helder, dank je. Dank jullie wel. Mooi onderzoek. Ja.